De Ronde van Frankrijk 2011 is begonnen, dames en heren. Welkom vanuit de Vendée. Dat is onder Nantes, boven Bordeaux. Het is een mooi stuk land waar zo'n 600.000 Fransen samenwonen. En die doen dat in rust, kalmte en het is hier heerlijk. Goeiedag dames en heren. Het is zaterdagavond. Het muziekje is onbekend, maar wel leuk. Het slaat op Le Grand Départ hier in de Vendée. En we zitten in een haven. En de mensen die ons hier hebben zien komen, die dachten van jullie zijn of veel te laat of veel te vroeg. En daar behoort een uitleg bij. Hier op ongeveer 5 november begint een van de grootste zeilraces ter wereld. De Vendée Globe. En wielrennen, wat is dat, zeggen ze. Maar de Vendée Globe, dat is iets gigantisch. Dat is een zeilrace voor mensen die het aandurven helemaal alleen de aarde over te zeilen. En dat, de beste doen dat in 93 dagen. En omdat een groot gedeelte op het zuidelijk halfrond zich afspeelt, gaan ze hier er in november uit en komen ze aan na 93 dagen. De Fransen hier, dat is een zeevolk. En hebben ze iets met de Ronde van Frankrijk? Ja, dat hebben ze zeker wel, want ze wilden Le Grand Départ. En Jean-René Bernardot met zijn ploeg, die was een grote fan van deze streek. En wat zou u zeggen van, ja, wij hebben ook voetballers in onze uitzending. Bossis, de grote Franse international, komt hier uit deze streek. En ze lopen met hem weg. En voor de rest doen ze niet zo heel erg veel aan sport. Rolhockey, daar zijn ze kampioen van in deze streek. En Jean-René Bernardot, zoals gezegd, was natuurlijk in de Ronde van Frankrijk de tegenstander van Peter Winnen op Alpe d'Huez. En hij heeft een ploeg hier in de Ronde van Frankrijk. Goed, de avondetappe begint ook. We hebben de etappe van vandaag en we hebben gasten. Mag ik u de gasten voorstellen? U heeft ze waarschijnlijk wel gezien en misschien wel herkend. Dat denk ik wel. Ronald Waterreus, daar zullen een heleboel mensen van zeggen van wat doet hij in hemelsnaam als doelman bij het wielrennen. Wat een heleboel mensen niet weten, is dat jij helemaal suf bent van de fietssport. Ja, ik ben wel een hele grote liefhebber. Ja, 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 nou, dan zeg je het heel netjes nog, toch? Ja, nou ja, goed. Je volgt alles? Ja, vrij veel. Ja, de uitslagen kleinste, weet je, ja? Vrij veel, ja. Ja, ja. Ik wist bijvoorbeeld dat meneer De Kouwer bij de ploeg van Posk gefietst had. Ja, nou, je hebt meneer De Kouwer genoemd. Meneer De Kouwer heet José De Kouwer. In 75, 76 bij Post met Henny Kuiper samen. Later, laten we het niet vergeten, want ere weem ere gebeurt. Hij is winnende. Ja, ploegleider geweest in de Ronde van Frankrijk. 89. Ja. 8 seconden maar het was voldoende, José. Nog altijd. Ja. Nog altijd. Ja, die tellen, toch? Je woont dus in Hinkelaars. Je bent een echte Vlaming. Ja. Ja? En je spreekt voor de Vlaamse televisie. Inderdaad. En dat doe je met je hart. En ziel. En ziel? Goed zo. En zo zit hij erbij. Links Michel Buijts en rechts José De Kouwer. En aan de andere kant André Meegang. En die zorgt altijd voor de dingen. Pleziertje dat, commentaar geven? Ja, toch wel, ja. Ja. Ik zit daar een beetje als ex-renner, maar vooral als ploegleider te kijken. Hoezo? Ja, ik bekijk eigenlijk alles als ploegleider. Ik ben ploegleider van, dat kan zijn van verschillende renners. En wie er fouten maakt of goed doet, dan heb ik zoiets van, ik zou dat zo doen, ik zou dat zo doen. Ik zit er altijd te kijken op die manier. En doe jij dit omdat je niet zonder het fietsen kunt? Goh, ik doe dit in de eerste plaats omdat ik dat graag doe en omdat ik daar geld mee verdien. Oké, nou de eerlijkheid is daar. Michael, hartelijk welkom. Ben je het schaatsen ontwend? Ja, nou nog niet helemaal. Ik mis het nog wel, want zit ik vond het heel leuk om te doen. Zit het nog steeds in je bestaan? Ja, dat heb jij niet gezien, José. Maar ik heb hem zien. Je hebt hem zien? Ik heb zien flirten in witte pakjes en Bogert, nu ga je ver, maar kom. Ja. Hoe werd dat ontvangen in Vlaanderenland, dat een coureur dit ging doen?
Ja, we weten dat uiteraard Nederlanders geboren zijn met schaatsen. Ja. Dus van daaruit is het een beetje een, ja, ik kan niet zeggen logisch, maar ik vond het toch wel, ik dacht dat hij iets outrigger was. Ja, maar moet je eens kijken. Een souplesse man, het komt uit de heupen. Ja? Moet je kijken. Liften heet dit zeker, hè, Mike, of niet? Ja, ja, dat is een low spin. Wat is dat? Een low spin. Een Haagse low spin, ja. Kijk, ze staan met zijn wit pakje wel. De jongere trui. Ik heb het niet gezien. Je hebt het niet gezien, nee, maar ja, nu zie je het voor het eerst. Ja? En wat doet Bogert dan vandaag tijdens de etappe? Dan kruipt hij ook in dat zweetnest. En dan komt hij bij de heren Ducro en Dijkstra uit. En kijk, wie is daar nou de baas van jullie drie, Mike? Ik zie er maar één spreken. Ja, weet je, volgens mij iemand jij, bent aan het praten. Ja. Iemand die door die oortelefoon roept, die is volgens mij de baas. Ja, ja, ja. We beginnen aan een ronde van Frankrijk. Voor alle drie dezelfde vraag eigenlijk. Mag Contador hier starten, ja of nee? Jij? Ja, iedereen is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Mag Contador hier starten, ja of nee? Ja, ik vind van wel, ja. Ja? Ja, voor mij wel, ja. Ja. Dus dat zijn drie wielerfans die dat vinden. Het was, wat was het ook weer? Nou, we kunnen het hem zelf laten zeggen. Nul punten en een heleboel nullen en dan vijf. Laten we daar nou eens mee beginnen. Contador en het getal. 0,000000005. En dat meent hij ook. Dat is het ook. Ik bedoel, het is nauwelijks opspoorbaar. En daar hebben we dus al die misère aan te danken. José? Een jaar lang geen uitspraak. Een jaar lang geen uitspraak. Het mocht zelfs niet uitkomen. Maar er is toch ergens weer op een of andere manier een lek gebeurd. Ja. Of geweest, zoals het al vaker geweest is. En dan, ja, dan sta je daar waar je nu staat. Hoe betrouwbaar is Contador voor jou? Nou, ik denk wel dat hij, voor mij komt hij betrouwbaar over. Ik bedoel, in het voorjaar wint hij gewoon zijn koers. Dan wint hij Giro op een hele mooie manier. Ik bedoel, als hij daadwerkelijk een fout zou hebben gemaakt, dan gaat hij dat nooit weer doen natuurlijk, op die manier. En toch wint hij gewoon op een hele grote manier de Giro en zijn andere koers in het voorjaar. Ja, dus met het gevaar, betrouwbaar. Met het gevaar dus, Ron, dat als hij nu door dat kas weggestuurd wordt, dat al die overwinningen weggehaald worden. In wat voor idiote wereld leven we? Ja, maar ja, je leeft ook in een wereld waarin het schijnbaar zoveel tijd kost om iemand waterdicht veroordeeld te krijgen, schijnbaar. Want anders was het wel al lang gebeurd als de instanties de mogelijkheid hadden gehad om echt te bewijzen dat hij schuldig was, was dat natuurlijk al lang gebeurd. Maar schijnbaar is dat dus niet mogelijk. Nee, althans dus, nog niet mogelijk. En dus hebben we te maken met een renner die verleden jaar voor ploeg A reed, nu voor ploeg B, daar aangenomen werd met waar mogen we hem opstellen. Hij rijdt de Ronde van Italië, rijdt daar tot het gaatje. Dus hij komt zo uit de Ronde van Italië, besluit dan voor zichzelf in de Tour de France te starten. Hoort dat Cas niet in staat is om voor het begin van de Tour uitspraken te doen. Het is heel merkwaardig. Zullen we nog eens kijken naar de Contador van verleden jaar, toen hij zo zeker was van zichzelf en toen er nog niks van 0,000 bekend was. De Tour van verleden jaar met het misschien wel misschakelen, maar het was een springende ketting van Andy Schleck. En daar gaat Alberto Contador. Het geel stond hem al aardig. En het werd een gigaduel tussen een spichtige Luxemburger, ja, daar zat er ook nog wel een sprintertje tussen, en die man uit Spanje. En we trokken langs mooie kastelen en we trokken langs wijnvelden. En we deden het in een tijdrit bij Bordeaux. En daar bevestigde hij zich. Menshoff werd derde in de Ronde van Frankrijk. In Parijs was hij drie en ging het tussen de nummers 2 en 1. De 2 was Schleck en de nummer 1 was Alberto Contador. We kregen een massieve sprint en die laten we alleen... Ah, hoor hier aan tafel. Dat is zoiets moois om dit te zien. Als je zo'n turbo hebt. En dit was het podium van verleden jaar. Alberto Contador was dus de beste. Was hij dat? Was de beste, alhoewel het vorig jaar toch in de tijdrit en zo op het einde was het een beetje moeizaam. Maar dat was de beste. Nu, dit leek mij, vooral in het voorjaar hier de Giro gezien te hebben, een betere Contador dan vorig jaar. Heb jij de Giro gezien, Mike? Ja. De Giro rijden in mei, de Tour in juli. Het lijkt onverstandig. Nou, ik weet het niet. Ik denk dat het mogelijk is, zeker voor hem. En ook, hij is natuurlijk tot de Giro, dat rij je niet zomaar. Maar ja, als je bijvoorbeeld ziet die laatste berg in naar Sestiere, dan zit hij gewoon
zo'n beetje te kijken wat er gebeurt. Dus ja, dan heb ik toch niet het idee dat hij helemaal tot het gaatje moet gaan. Dus dan denk ik wel dat het mogelijk voor hem is om hier ook gewoon een goede tour te rijden. Ja, en dan zie jij hem dus in een nieuwe ploeg gaan rijden. Hij is dus weg bij Bruneel, hè, die heeft hem gekneed. Ja. Hij komt bij Riesendienst. Wat denk jij dan? Ja goed, hij komt natuurlijk wel bij een ploegleider terecht die weet hoe het is om een tour te winnen. Hij heeft natuurlijk een paar jaar met de jongens van Schlek is hij er in elk geval heel dichtbij geweest. Ja, en met Contador haal je natuurlijk al bijna nagenoeg zeker in elk geval een grote ronde binnen. Mm-hmm. Dus ja, daar bouwt hij gewoon een ploeg omheen. Ja. Het was in de, ik denk dat zullen zij denk ik ook wel beamen. In de Giro was die ploeg denk ik verrassend sterk. Ik denk dat die sterker was dan de meeste mensen dachten. Ja, die ploeg was sterk op de juiste momenten. Ja. En je zag daar ook vooral de hand van Rijzen, van het leiden van Contador naar een overwinning van Igor Anton, Rugano. Dus, dat waren beetje vriendendiensten? Dat waren vriendendiensten en dat gaan we de volgende weken in de Tour nog wel zien. We gaan die oranje mannen, niet die van Rabobank, maar die van Euskadel, voor Contador aan de leiding zien rijden. Ja, want? Ja, voor wat hoort dat? Dat is Ries. En Ries heeft hem Contador daar ook en vooral in de Giro dan ervoor gezorgd dat de tifosi van de Italianen een beetje minder was in het wiel van Nibali. Niet echt veel pijn doen aan Nibali. En dat gaat ervoor zorgen dat die Fransen hier ook wel een klein beetje bijdraaien. Als het kan, gaat hem de Fransen een etappe laten winnen. Als je het zo hoort, is eigenlijk alles doortrapt. Nee. Zo simpel is het niet. Allee. Maar? Nee, absoluut niet. Voor wat hoort dat? Dat is logisch, hè. Oké. Okay. Heb jij zo gefietst altijd? Nee, ik niet. Ik zat nooit in de positie om zo te kunnen fietsen. Ja, natuurlijk. Ja, ik had het graag gewild. Het was heel moeilijk voor mij om zo te fietsen. Maar natuurlijk is dat normaal. Als je, toevallig hadden José en ik het er nog over. Nu deze Tour geen bonificaties zijn, zal je ook meer zien dat er meer weggegeven gaat worden. Dat is, ja, dat hoort erbij. Ja, dat is de sport en dat is ook niks slechts aan. Het is een professionele sport. Ja. En professionele sport betekent ook dat komt daardoor weggaat bij Astana en daar een pak centen achterlaat, maar natuurlijk ook heel veel geld bij Saxo Bank gaat verdienen. En dan krijgt hij uitgerekend Ries. En Ries zegt tegen hem, rijden in Ronde van Italië, dat doet hij, die wint hij. En dan gaan ze een programma opstellen. Wat doen we met Frankrijk? En dan komen ze hier in Frankrijk uit. Hij komt erdoor met 4 Spanjaarden als hulp in een Deense ploeg met Deens geld. En dan denk je, daar komt de winnaar van dit jaar. Vlado Valjanovski van ons vandaag voor zijn eerste reportage over Ries en Contador. Le champion espagnol Alberto Contador. How is Alberto Contador? Well, he's good. He's good. He's ready. Confident, I think. And I think he's well prepared. And yeah, look forward to the tour. ¿Quieres decir al público francés? Bueno, pues nada, yo sinceramente estoy agradecido. La percepción que tengo del comportamiento del público francés conmigo no es la que se dio el otro día en el circo. La cantidad de mensajes de apoyo es tremenda y la verdad que mira, estoy encantado de estar aquí en Francia y muy contento de estar en la salida del tour. Can or will he win the Tour de France? I would like to say yes. I think he can, yes. If he will, we don't know yet. The possibility is there. He has won all big tours he has done the last few years, so I think he is the big favorite. En zo rijdt daar de man niet in het geel overigens. De winnaar van het jaar daarvoor mag altijd in het geel starten. Is dat alleen bij een proloog en niet bij een... Want het was nu gewoon een etappe. Ken jij het wettenboek zo uit je hoofd? Ik ken het wettenboek niet zo uit mijn hoofd. En het is mij ook een beetje raar, ja. Inderdaad. Ja, normaal is de winnaar van het geel. Ja. Wilde hij dat niet? Maar het zou kunnen zijn dat het feit dat die overwinning nog altijd ergens tussen Genève en de Van D. Het hangt nog. Ja. Dus van daaruit misschien. Nou ja, jij zegt de Van D. In de Van D, daar heerst dus die wielerwet van zeg maar Jean-René Bernardeau. En die heeft ervoor geknokt dat hier in dit gedeelte van Frankrijk die Tour een keer kon beginnen. Dat heet dan Le Grand Départ. En dat begon vanochtend met een etappe van iets minder dan 200 kilometer. En dan rijden 198 renners rijden op. En dan weten ze dat ze
straks dat de Passage du Gouard krijgen. Dat is heel gek. Maar er is er één, André Greipel, die denkt ik ga nu vast liggen. Dan haal ik de hele wereld. In 1999 lag dit ding er half nat bij. Nu rijden ze gegroepeerd, en colonne, rijden ze eroverheen. Toen was het glad en toen konden er, let wel, 72 renners doorrijden. Vandaag valt de vlag pas nadat we over die passage zijn geweest. En hebben we meteen drie man die denken van waarom wij niet. En je had er bijna je klok op gelijk kunnen zetten. Er moest iemand van de ploeg van Bernardeau zijn. En dat wordt dus Perrick Quemeneur, 27 jaar. Hij is helemaal nieuw in deze Franse ronde en hij gaat voorop rijden. En hij doet dat met onze lieve Westra en een andere Fransman, Jeremy Roy. En die is al wat ouder, die is al wat meer gereserveerd in zijn manier van rijden, dat kan je ook zien. Lieve Westra, de tijdrijder uit Friesland, de man die altijd in de aanval zit, die rijdt dus voorop. En je ziet dat de renners sociaal gedrag vertonen, maar bang! Dit is in Sable d'Olonne en daar gaan ze hard onderuit. En de man die hard ging was Jurgen van der Wallen. Let u op, want we komen hem straks tegen. Er is één sprint onderweg en die gaat om punten. 20, 17, 15, 13 enzovoort enzovoort. En het is Roy die als eerste aangaat. Westra moet dan wel remonteren, dat doet hij, maar hij krijgt niet de punten. Roy die krijgt de volle bak, dan Westra en dan die jonge Perrick Quemeneur. Perrick staat voor Kleine Piet. Robert Geesink rijdt hier met nummer 41. Dan moet je goed kijken, hij gaat aan de buitenkant zitten. En waarom doe je dat? Want je wil die valpartijen vermijden. Er waren er vier op rij, allen zonder erg, zoals het in het mooie Vlaams heet. En deze mannen hadden 3 minuten, 4 minuten, het werd 5 minuten. Dan komt de ploegleider van Westra, die komt eens een babbeltje slaan, zoals dat heet. Misschien wel een colablikje nog. En altijd Le Tournesol in Frankrijk. Daar staat dit gedeelte van Frankrijk helemaal bekend op. We zullen ze nog vaak tegenkomen. 5 minuten wordt 4 minuten, wordt 3 minuten, wordt 2 minuten. En dan krijgen we diezelfde Jurgen van der Wallen. Ja, ja, de wonderen bestaan nog. Die gaat op de kop van de peloton rijden en die rijdt daar door. Maar meerdere mensen komen naar voren. Kijk, ineens is daar Evans. Die is er. En op dat moment denkt Hushov, het is tijd voor een ferme Noorse plas. En die laat iedereen vooruit rijden. En hij heeft echt een achterstand. En hij komt een tijdje later komt hij weer binnen. Dit is een rennersbroek van achter gezien. Van Hushovd. En Hushovd wordt door de Z-man gebracht. Nog even dit. Kan iedereen goed rijden in een auto? Oei, dat scheelt niet veel. Let op, let op. Ja, Jens Voogd. Dit is 5, dit is 6. Daar ben je dus de oudste renner van de Tour, 40. Vader van 6 kinderen. En dan moet je dat doen. Hier het handen schudden van de heren vooraan. Roy, Westra en Quemeneur, vrienden voor het leven. En de finale dient zich aan. In de Vendée dus. Deze kerk waar dit beeld bovenop staat is bekend uit een film van Fellini. Wereldberoemd geworden. Daar zijn hele mooie shots van. En dit shot mag er ook wezen. De Franse televisie maakt toch altijd groot werk van misschien wel een grote etappe. Dat weten we niet. Daar komt Robert Geesink. Die wordt daarvoor gereden door Garate. Ja, en alle andere grote kleppers zitten ook voorin. De finale dient zich aan. En we weten dat we niet echt hoog moeten, naar zo'n 200 meter. En je ziet de groene truien vooraan rijden. Dat betekent dus dat Voeuclair gebracht wordt. En Voeuclair wordt gebracht door Genet. Dat is een van de weinige zwarte renners. En dan ineens dit. Dit is een zootje. 5 man van Vacansoleil. En wat gebeurt er dan ineens? Dan zijn het de ploegen van BMC en van Radio Shack. Die hebben nog eventjes een appeltje te schillen met Contador. En die gooien volle bak de kraan open. Want Contador is er niet bij. Hij heeft de slag gemist omdat hij ridder te voet was. Hij wordt hier teruggebracht door datgene wat er nog om hem heen is. En dan krijgen we een hele merkwaardige finale. Het is de Omega-ploeg met Gilbert, die hier in derde instantie te zien is. Die helemaal de finale bepaalt. Gilbert heeft gezien waar hij wil winnen. En dan nog eens een keer. Krak, krak, krak. Alles valt en stuitert over elkaar. 72 man worden 32 man. De rest ligt daar. Robert Geesink is daar ook bij. Maar het is binnen de laatste 3 kilometer. Dus denken wij dat het een algemeen pardon is. Dan zegt Cancellara, ik ga vast, doei. Cancellara is de beste wielrenner ter wereld, denkt u, hè? Nee, zeg ik. Want de man die in tweede positie rijdt, heet Philippe Gilbert. Kijkt u even naar het gemak waarmee Gilbert rijdt. En dan denkt Cancellara hier pollens en die gaat niet door. Dan wil hij in het wiel springen. Kijk, kijk. Hij wil in het wiel springen. Cancellara kan het wiel niet houden. Kijk nog even om. Zet dan nog 1 keer aan. Ja, jammer. Ja, jammer.
De man die niets meer verloor na 14 april heet deze Gilbert. Wat een prachtige coureur en wat goed uitgedokterd. En wat heeft hij dat fijn gedaan. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn ploeg. Die ploeg heeft gewerkt en hij krijgt geel. Hij rijdt hier met een zwart-geel-rood horlogebandje en hij wint. En op de tweede plaats komt Evans. Derde wordt Husshofft, dan Rojas van der Broek. Thomas, Kleuden, Taramee, Horner. En zo komt iedereen binnen. En dan is het verdict van deze eerste etappe van wat gebeurt er met de mannen die gevallen zijn. Daar gaan we zo direct over praten. Maar dit beeld moet je kijken. Dit is een groep met Bauke Mollema. Die komt op enige achterstand binnen. U ziet het staan, 1.22. Die krijgen deze achterstand. En daar zit ook de winnaar van verleden jaar. Met een berouwvol schouderklopje. Jongen, 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 wat heb je het moeilijk gehad. En dit is de uitslag van vandaag. Gilbert wint dus. Evans, Husshofft, Rojas van der Broek, Thomas, Kleuden, Taramee, Horner, pardon. En ja, die kwam er niet zo makkelijk uit. En dan zie je dat Schlek mee was. Dat de andere Schlek op 33 komt in dezelfde tijd. Dat Geesink, die kwam als 171ste binnen. Dat zeg ik wel even. Maar hij krijgt dezelfde tijd. Mollema, die leidt verlies. Net zoals Rob Ruig. Komt dat door, Hogeland. En er zijn nog wat renners die verlies leiden. En zo hebben we de eerste cijfers op een rij staan. Nu zag ik, José, en ik leer graag van je. Ik zei, het was binnen de laatste 3 kilometer. En jij deed, het wel binnen de laatste 3 kilometer? Het was inderdaad binnen de laatste 3 kilometer. Maar normaal gezien is het zo dat het reglement zegt... Ja. Maar ook hier wordt weer een uitzondering opgemaakt. Het reglement zegt wanneer een aankomst boven is, bergop is. En in dit geval was het bergop, want het is vierde categorie. Ja. Dan telt de 3 kilometer regel niet. Ik heb gebeld met Philippe Marien, de wedstrijddirecteur van de Tour hier. En die zegt, het zit een reglement particulier du Tour de France. Okay, dus de Tour de France heeft beslist om dit als vlakke etappe. En ook Muur de Bretagne, dacht ik, als vlakke etappe. En dat is over 3 dagen. Was dit een bergaankomst of niet? Ja, ik denk het wel. Anders moeten ze het geen categorieën geven. Dan moeten ze gewoon zeggen, het is vlak. En geen vierde categorie, dat er geen punten zijn. Dus hebben we dit gedaan, door de vingers gezien? Nou, het staat in het boek, want we hebben het gelezen. En het staat er gewoon in. Ze hebben een paar aangeduid ritten. We hebben het net over gehad. De volgende truc is Muur de Bretagne. Oei, ik voel me niet goed. 3 kilometer voorbij. Lekker band, een beetje chipoteren. En... Hoe? Chipoteren. Chipollini chipoteren. Wat is chipoteren? Een beetje vals spelen, hè? Een beetje vals spelen. Een beetje vals spelen. Oké, jij, buitenstaander met gevoel voor fietsen. Wat heb je nu gezien in deze finale? Nou ja, ik bedoel... Het moet eerst allereerst over Gilbert gaan. Als je vanaf 14 april niet meer verloren hebt, ja... En je hebt het over Cancellara die je gewoon laat staan. Je doet eigenlijk precies met Cancellara wat Cancellara de laatste 2 seizoenen met Bonen doet... in de grote eendagswedstrijd in Vlaanderen. Wat mij wel opviel was dat Cadel Evans 3 seconden pakt op de rest. Dan kun je wel zeggen, 3 seconden is niks, maar... Mentaal is het wel een tikkie. Ja, hij kwam snel uit zijn hok, hè? Want in het begin was hij niet in beeld. En in één keer, je zou bijna zeggen, als het niet, misschien nog wel 200 meter verder is. Als hij mee is met Gilbert, als hij daar zit waar hij eigenlijk moet zitten. Maar hij was misschien al tevreden van die valpartijen ontweken te hebben. Dan zit hij mee. Dat verraste mij eerlijk gezegd wel een beetje. Cadel Evans had het toch? Nee, normaal niet. Nou heb ik, Geesink heb ik na afloop gehoord. Die was jubelend dat hij geen tijd verloren had. Kan je daar iets bij indenken, Mike? Ja, tuurlijk. Als je heel de dag, reken maar dat die mannen stress hebben gehad, de laatste 70. Ja. Ja, en als je dat dan overleeft zonder tijd te verliezen, dan ben je gewoon blij. Want je stapt zo van de fiets, denk ik. Hij heeft op de grond gelegen. Je denkt die eerste valpartij, tweede peloton. Die zit echt in zijn wiel, hè? Ja, dat is zo klein. Dan ben je zo blij dat je hoort dat achter je kraken en doen. Denk, oh, ik ben er door. En dan... Ja, dan wordt het heel makkelijk, want dan is maar een klein groepje, hoef je niet meer te wringen. Ja, dan 1,5 kilometer of 2 kilometer voor de finish lig je dan toch. Ja, dan ben je heel blij met die regel, denk ik. Ja, goed zo. We hebben het dus over Gilbert. Ik zei met nadruk dat hij de etappe had gereden, misschien dat jij dat ook gezien had, met een horlogebandje. Dat was zwart, geel en rood. Nationaal kampioen. Dus hij is modebewust. Met welk horlogebandje ging hij de gele trui halen, weet jij dat? Misschien al aangepast. Een geel bandje. En dat had hij zelf in zijn rugzak gestopt. Is die man zo zelfbewust? Goh ja, zelfbewust. Je zou dat zelfs de lijn kunnen doortrekken naar de finale. Helemaal diep in die finale zie je dus die 3 renners die voor hem uitrijden. Kruipel, Van Endert en Roelands. En dan denk je, dit is veel te vroeg.
Hij soupeert die mannen veel te vroeg op. Maar waarom doet hij dat? Om eigenlijk de rest van het peloton compleet per totaal te rijden voor ze de sprint eigenlijk al moeten aanvangen. En dat is juist zijn sterke kant. Normaal zou je denken, we krijgen een lead-out tot en met 300 meters voor het einde. Ja. Nee, dat is te traag. Ja, ja. Dan zit iedereen nog in het wiel, dat mag niet. Dus van daaruit, hij offert zijn mannen op tot en met een kilometer voor de finish. En dan gaat Cancellara, wat eigenlijk heel, heel goed was voor hem. Ja, maar ook die andere demarrage was heel goed, die ja. Roelands terughaalt. Ja. Want dan zie je al, dan zie je die mannen kraken. Zag je dat hoofdknikje wat hij zo deed? Ah, dat was maar. Leuk, hè? Doe maar. Mooi was dat, hè? Ja, oh, ja het is een hele aparte. Hè? Jullie zijn heel blij met hem in België. Wij zijn in België daar heel blij mee, ja, absoluut. Ja. Mag ik dan nog spreken dat hij voor heel België fietst? Ja, tuurlijk. We hebben geen regering, dus moeten we het met koning Gilbert doen. We doen het met koning Albert, we doen het met koning Gilbert. Ja, en Gilbert is tweetalig. Dat doe je. Voilà. Ja, ja? Is zijn jeugd vooral in Vlaamse ploegen gedaan, met Dirk de Wolf. Nu nog altijd een mentor van. En is dan weggezocht via Frankrijk, via La Française. Ja. En heeft zich nu Belgen een beetje ontvlucht. Is in Monaco gaan wonen. Als Bonen naar Monaco ging, was dat een groot probleem voor Vlaanderen. Gilbert gaat naar Monaco en ja, niemand mag. Dus in Monaco is het vandaag twee keer feest? Ze hebben de prins met zijn Zuid-Afrikaanse zwemster en ze hebben de gele trui met ja, zo met kun Gilbert. Je tegen, ze ja, kunnen het kun je stellen, ja. Ja, want ik moet de royalty bijhouden. Gilbert dus, in onze taal ook, bij Hancock. Om even over zessen vanavond is het geluk van Philippe Gilbert compleet. Ritwinst en de gele trui. Dat ontbrak nog aan zijn serie. Ik geniet van elke moment. Ik heb ook de steun van mijn ploeg, die is echt sterk. En ja, dat geeft mij altijd vertrouwen. Ik doe geen fout ook in de koers. Ik ben altijd vooraan, ik koers perfect denk ik. En de uitslagen zijn altijd goed, ja. Terug naar vanmorgen, het dorpje Fromantin. Bij de ploeg van Gilbert neemt men alvast een voorschot op het komende succes. En weet men te melden dat de champagne reeds koud staat. Is dat elke dag koud? Dus nee, we hebben een heel goede renner. Nou, eigenlijk een van de beste van de wereld in ons rangen. Dus ja, we mogen altijd hopen op een ritwinst. Ook de familie van Gilbert is afgezakt naar Frankrijk. Eveneens vol verwachting. Espérer la victoire. Le maillot jaune. Automatiquement, si gagne, bien sûr, c'est le maillot jaune. En zo denkt eigenlijk iedereen erover. Maar voor stress zorgt dat niet bij de Waal. Integendeel. Hij is vrolijk, niets ontgaat hem. Hij heeft voor iedereen een woordje en Mark Cavendish krijgt in het voorbijgaan nog een schouderklopje. Kortom, Gilbert weet precies waar hij mee bezig is. Binnen en buiten de koers. Ja, ik vertrek altijd met mijn ideeën in mijn hoofd. Maar ik zeg altijd dat het heel moeilijk is. Omdat als je vertrekt met te veel vertrouwen, ja, je verloopt meestal. Dus ik probeer te vertrekken met het idee dat het heel moeilijk is. En dan ik moet echt alles gebruiken. De hoofd en de benen ook. Zo'n 5 uur later heeft hij zijn hoofd en zijn benen perfect gebruikt. Weer stond er geen maat op Gilbert. En eigenlijk ook niet op zijn ploeg. Wij pakken altijd de koers in de hand. We hebben de responsabiliteit genomen. Vanaf de kilometer nul gewoon Omega Pharma Lotto op kop gezien. En we hebben gewoon alles gedaan. Ja. Dat was prachtig. Wat er allemaal kan gebeuren in zo'n finale. En dat is dus de gele truidrager vanavond hier in de Vendée. Wat is zijn objectief? Wil hij Parijs halen of wil hij nog wereldkampioen in Kopenhagen worden en zegt hij op halverwege van de Tour adieu? Nee, ik denk dat hij tot Parijs gaat. Maar misschien ook wel niet alleen geel, maar ik denk zeker geen geel. Maar misschien toch langzaam beginnen nadenken, groen? Vooral met een nieuwe puntentelling over groen. Groen. Is dat interessant voor een man van zijn statuur? Ja. Ja? Ja, tuurlijk. Als je de eerste week de Muur de Bretagne krijgt nog, dan krijg je superbest. Dat kan die ook aan. Ja. Ja, stel dat hij ze alle drie wint, maar ook met die nieuwe puntentelling, dat de 15 eerste bij een tussensprint krijgen punten. Als hij zo rijdt zoals hij nu rijdt, zoals hij heel het voorjaar rijdt, dan geraakt hij ook heel vlot over de kools natuurlijk. En dan gaat hij nog wel punten kunnen. Komt daar nog bij dat het wereldkampioenschap dit jaar in Kopenhagen misschien net niet lastig genoeg is en dat er meer met de Kalberg... Wacht even, dat zeggen ze nou ieder jaar. Ja. En ieder jaar blijkt het verschrikkelijk tegen te vallen. Hij is daar inderdaad op verkenning geweest met Carlo Bomans, de coach van België op dit moment. En hij heeft daar gezegd, men sprak daarover bonen. En hij zei, ja, maar pas op na een koers van 250. Wat is het geheim, José, van Gilbert? Werken.
absoluut werken. Dat is geen geheim. Dat is, al onze ouders hebben dat tegen ons gezegd. Ja, ja, inderdaad. Maar niet iedereen doet dat met dezelfde instelling. Ik denk dat Gilbert nog een soort ouderwetsrenner is die in de eerste plaats moet ook weten, hij is geboren op de juiste plaats. Ik bedoel dan om dit soort werk te doen. Hij is geboren in een streek waar hij eigenlijk elke training moest afwerken met één of meerdere klimmen. Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om dat soort werk eigenlijk van bij de jeugd af aan te leren. Hij heeft dat altijd gekund, ook bij de jeugd, maar niet op die manier. En is een man die heel langzaam gegroeid is en eigenlijk België ontvlucht is, zoals ik er net zei, niet bij Lotto gaan rijden is en ook niet bij Quickstep met de druk van het moet in Frankrijk op alle rust. En daar is die volwassen geboren? Absoluut volwassen geworden. Als je de carrière van Gilbert volgt, dan is dat echt elk jaar trapje erbij. Met dit jaar is knap, hè? Lijkt een beetje op Cancellara eigenlijk wel. Hè? Kijk, Cancellara was natuurlijk ook wel jarenlang een hele goede renner. Maar de laatste twee jaar Cancellara, en zeker vorig jaar, dan ontploffen ze. En dat gebeurt bij Gilbert ook, want hij had Omloop het Volk al twee keer gewonnen. Toen werd hij volgens mij in Nederland nog steeds niet gezien als een echt hele goede renner. Schaal jij hem eens in, Mike? Ja, dat is moeilijk in te schalen. Maar is dit echt de beste renner van de wereld? Ja, ik vind van wel, absoluut. Ik bedoel, het is niet meer... Kijk, vroeger had je had natuurlijk een Bartolin Bettini, een Chalabert, dat waren een beetje, die konden ook dat soort dingen. Maar dan had je misschien meer renners die hetzelfde deden op dat moment. Maar hij steekt er gewoon met kop en schouders bovenuit. En ook wat José zegt, dat is leuk om aan een renner te zien. En zeker in België, want in België als je daar maar ietsje beter bent op jonge leeftijd, dan is het gelijk alles erop. En dan gaan er heel veel aan ten onder. En hij is gewoon heel rustig gekomen. Hij heeft er altijd voor gekoerst ook. Het is vanaf het moment dat hij bij Français de Cheux reed, het is altijd een aantrekkelijke renner geweest. En eigenlijk toen ik nog koerste, was ik altijd al een beetje fan van Gilbert. Omdat hij reed altijd. Het is geen linkercoureur. Het is een aimabel mens. En als je ook herinnert, de eerste malen toen hij de Omloop het Volk won, dat was echt fenomenaal. Toen zijn we 50 kilometer voor het einde, dat kan niet. Ja, dat is Philippe Gilbert. Hij wint nu vorige zondag het kampioenschap van België. Rijdt weg op 100 kilometer van het einde, terwijl de rest nog midden in het peloton zit en denkt, we hebben nog even tijd. Philippe Gilbert is weg. Ja, oké. Okay. Waar gejuicht wordt, vallen ook tranen. De tranen vanavond bij Bjarne Ries, de ploegleider van Contador. Want Contador krijgt meer dan een minuut aan zijn broek. What happened with Alberto Contador? He lost time because of the crash. And that was what happened. What is his reaction? Well, of course he's disappointed, you know, and it's never nice to lose time already the first day because of a crash. So of course he's disappointed, but then again, you can't do anything about it. We cannot do it over again. And further? Yeah, I would say nothing really changed because we need to keep the same focus as always and as prepared. And so, well, we have to wait. It's the first day, but are you afraid that he probably lost here today, the tour? No, I'm not. There's still 20 days to go, so there are many possibilities in the coming 3 weeks. So let's take it easy. But I had a little breath, but are you concerned the gap is 120 between Contador and Slack? No, I think it's 1 minute. But if it's 1 minute or 115, it's not a big difference. And how are your feelings now at the moment? Yeah, I have to deal with what was, and I mean, I have no choice. So it's not the first time that we're in situations like this. So we just have to live with it. What did you say to him? Well, there's nothing much to say, you know. The biggest concern is right away, is he okay? Is he hurt? No, he's not hurt. He was not really down because he was just caught in the crash, you know. I think it's more disappointment right away and tomorrow it's forgotten again. So. De realist in Bjarne Ries, maar je hoort toch ook aan de stem van de Deen dat hij geraakt is. Dat kan ik me indenken. Ik bedoel, we hebben nog geen 200 kilometer gereden. En dan staat jouw kopman staat op 1 minuut en 20 seconden. Overigens, er zijn nog wat andere tijden die mij opvielen, die ik er even snel doorheen wil, Jensen. Arroyo heeft bijvoorbeeld 2.40 en Kirienko heeft ook 2.40. Dat zijn ronde renners die dus ook daar slachtoffer van zijn. Kreuzinger heeft nog meer verloren. Ja, die was denk ik de eerste die viel. Ja,
Er zijn meer slachtoffers natuurlijk. Hè? Ja. De Sanchez. Beide Sanchezen. Beide Sanchezen. Die hebben wat gehad. Morgen, dames en heren, is de ploegentijdrit. Die was meestal na 3 of 4 etappes. Maar omdat het een grand départ is in de Vendée, hebben ze gezegd van we gaan een ploegentijdrit rijden. Die is niet zo lang. Dus gaan we nu kijken naar de etappe van morgen. Morgen is Les Essarts de start- en finishplaats van de ploegentijdrit. Die gaat over 23 kilometer en is zo goed als vlak. Favoriet zijn ze morgen zeker niet, maar de Europcar-ploeg van de Franse lieveling Veuclair is de reden dat Les Essarts aangedaan wordt. Deze plaats is namelijk de thuisbasis van deze ploeg. De Tour is 1 keer eerder in Les Essarts gefinished. Toen won Tom Boonen de massasprint. Dat was in 2005. Laatste in die etappe van toen is de Belg Wim van Zevenant. En dat is niet zo verwonderlijk, want hij is erg goed in het laatste worden. In het eindklassement van 2005 wordt hij weliswaar ene laatste. Dat doet hij dan voor de Spanjaard Ike Flores. Maar dat laat Wim zich geen tweede keer overkomen. In 2006, 7 en 8 wordt hij laatste. Een ongeëvenaarde prestatie. Wim is recordhouder, rode lantaarndrager en een echte specialist. Ik heb gewoon mijn één tempo gereden vandaag. En langzaam. Mijn ondershirt was toch nat van zweet. 2005 is sowieso een jaar voor records. Het is de snelste Tour ooit met Zabriskie de snelste tijdrit ooit. En het is de Tour met de laatste Nederlandse ritzegen. Daar komt Pieter Wening. En Pieter Wening gaat het afmaken vandaag. Ja, nou. Wening. Nou. Wening of Kleude. Het was heel close. Ik kan het niet zomaar zeggen hoe goed ik er ook bovenop zat. Ik had de indruk dat het Wening was op het allerlaatste moment. En dat was hem ook. Pieter Wening is dus zowel in de Giro als in de Tour de laatste Nederlandse etappenwinnaar. En dat zullen we weten. Wist je dat? Dat wij, het Koninkrijk der Nederlanden, wij met z'n drieën dus, al zo lang op een etappezege zitten te wachten? Ja, maar het zit er toch goed aan te komen in Nederland. Hè? Jullie hebben een pak goede jonge renners, daar moeten jullie het maar mee doen. En laat ons nu nog even genieten van Gilbert. De naam van Zevenant is gevallen. Ik kan het niet zo passeren. Hoe is in België de afgelopen week naar het wielrennen gekeken? Hoe zeggen we dat in Vlaanderen? Met een klein hartje. Zo een klein beetje bang zo van, oei, het zal toch niet waar zijn. Gilbert heeft vandaag trouwens in de pers of in het officieel interview fel uitgehaald naar de desbetreffende krant, het Nieuwsblad. We hadden zoiets van... Maar de krant heeft het toch niet gedaan? Nee, absoluut niet. Maar die gingen dan onmiddellijk de link leggen naar Philippe Gilbert en dat was hem net iets te veel. Dus we gaan ervan uit dat dit een... soort eenmanszaak of actie was. Ja, want hij wilde zo aftreden. Dan komt er 2 dagen later komt er nog een verhaal waar ook een Belgische verzorger bij betrokken is. Dat was al 3 jaar oud. Ja, maar oké, waarom gebeurt dit? Waarom hebben we dit met z'n allen nodig? Nee. Dat je iets van 2009 oprakelt? Wat ben je dan voor een koekenbakker van een rechter? Dat je dat nu pas naar voren brengt? Of zit daar, wat zit daar voor idee achter volgens jullie? Ja, maar ja, ik geloof ook niet dat het echt zoiets is van we doen het echt elke keer net voor de Tour. Want ik denk maar niet het dat gebeurt iemand... altijd wel voor de ja, Tour. Ja, maar ik denk ook niet dat er echt belang bij is bij instanties om het net scoren. Voor de Tour. Scoren. Ja. Scoren. Kijk. Maar kijk, het wordt al heel vaak... Nee, maar luister, het wordt heel vaak gezegd, gebracht als scoren. Ja. En hoe vaak is ook niet over het wielrennen al gezegd van die sport verliest zijn aantrekkingskracht op het publiek. Maar hoe meer schandaal... Nee, maar luister... Dat werkt dus niet, dus scoren ze er niet mee. Nee, want die mensen gerecht, het is zo dat, vooral toch in België, men lezen nu in de kranten, dat men zegt, oké, men had de zaak van Zevenant, als we dan over een zaak kunnen spreken, eigenlijk liever iets langer in de wachtkamer gehouden om dan verder te kunnen onderzoeken en telefoontap te doen. Wat blijkt nu, dat het gerecht zelf zegt, ja, we moesten het nu wel bekendmaken, want er ging een lek ontstaan. Hoe een lek ontstaan? Waar is dat lek? We zitten hier toch op het gerecht. Ja. Als er nu ergens geen lek mag ontstaan, dacht ik daar toch, hè? Ja. Maar goed, we zetten hier nu een streep onder. Maar feit blijft dat altijd in de aanloop naar de Tour gebeurt dit soort dingen. En dat is vreemd, toch? We praten over de tijdrit. Vond jij het leuk, een tijdritrij? Ploegentijdritten wel, ja. Individuele tijdrit niet. Nee? Daar konden ze jou niet voor wakker krijgen? Ze konden mij daar wel voor wakker krijgen, ja, absoluut. Vroeg ook, ja, vroeg ook nog. Maar ik was er echt niet zo goed in. Ja. Jij, Mike? Nou, ploegentijdrit, ik reken ook liever een ploegentijdrit dan een
dan een individuele tijdrit, zo'n lange. Ja. Ploegentijdrit, ja, dat ging me eigenlijk nog wel redelijk af. Als niet-tijdrijder vond ik dat nog redelijk. En jij bent natuurlijk altijd opgevoed met het idee dat wij dat kunnen. Ja. En wij, dat, is dan, dat staat dan gelijk aan de ploegpost. Ja, ja toch? Ja, daar is dit land groot in geworden. In die tijd hadden ze nog maar vaak twee in de Tour. Ja. Dat waren gewoon twee zekere ritzegers. Ja, maar en van hoe lang? Toch? Ik heb het net verteld. Ja, 153 kilometer. Hoeveel? 153 kilometer. Dus morgen zijn het mietjes met hun 23 kilometer. En had je ook nog een ritsongens gehad, of niet? Dat was vaak ook zo. S'ochtends een rit, s'avonds een ploegentijd. Nee, in dit geval niet. Dat was een etappe 153 kilometer, maar wel onderweg. Bevoorrading aanpakken in buzetten. Dus in bevoorradingszakken. Hup, maar jullie hadden nog geen aerodynamische pakken. Dat ging dat nog. Gewoon wollen truitje. Ja, we gaan nu niet over discussiëren over truitjes of aerodynamische truitjes. Daar zijn vorige week in Nederland grote discussies over geweest. Dus, Maar dat was toch mooi. Dames en heren, ik heb de naam genoemd. We noemden ze toen de posttrein. Het was de rallyploeg. Wij deden in de Ronde van Frankrijk deden we aan winnen. En dat deden we met deze mannen. En noem ze maar op. Je hebt Van der Velde, je hebt Kneteman, je hebt Raas, je hebt Wijnands. Hier, kijk, Raas. Zeeland boven. Henk Lubberding staat er tussenin. Johan van der Velde. Dat was een generatie die die grote, lange tijdritten. En José, jij bent erbij geweest. Ik denk zelfs op die tijdrit, toen was ik inderdaad bij. Ja. Ik ben erbij geweest, 75, 76, 77. Hoe was dat? Tot 78 zelfs. Waarom was die ploeg daar zo goed in? Goh ja, het was een ploeg van klassieke renners vaak. Hè. Er waren niet echt de ronde renners bij. En klassieke renners zijn daar meestal echt wel goed in. En je had er dan iemand bij, zoals een Jan Raas bijvoorbeeld, die echt wel heel de poel tot en met de laatste kilometers echt al vloekend en al tierend vooruit jouwde. Dus dat was echt wel... als je echt maar het moment had van, nu ga ik nog één keer op kop rijden en dan... Dan ben ik weg. Dan was Raas daar die zei van, godver van de godver, nu niet. En dan toch maar terug naar dat wiel. Ja. Ja, ja. Nou was jij een toprenner, maar was jij ook een toprenner in een ploegentijdrit? Nou, wat ik zei, ik was niet super slecht. Ik was nooit, ik was zo gemiddeld in de ploegentijd. Kijk, wij waren niet super goede ploegen de jaren dat wij het reden. Maar we hadden bijvoorbeeld Wouters, die was bij ons gewoon altijd de beste, die bleef rijden. Maar ik sloeg nooit over. Dat kwam zelden voor. Dus ik deed wel altijd mijn beurt. Wat is het geheim van een echte goede ploegentijd? Ja, je moet de ploeg te samen houden. Je moet het niet naar de klote rijden natuurlijk. We hadden nog wel eens wat renners bij. Die gingen dan niet rijden. En die ging op het laatst, die voelde zich natuurlijk goed. Die ging op het laatst een beetje gas geven. Maar ik denk zeker dat het geheim bij Post vroeger was. Dat iedereen voor elkaar door het vuur ging. En ja, de sterkere, de zwakke opvingen. En dat is denk ik het geheim. En je kan niet over spreken, oké, dat is de beste manier van overnemen. Sommige rijden graag dubbele waaier, sommige rijden graag lange beurt op kop. Ligt ook aan de wind hoe die staat. Ja. En je moet denk ik niet bang zijn om kapot te gaan. Dat is denk ik heel belangrijk. Je mag nooit ook al is die 65 kilometer of 100 kilometer, nooit op reserve vertrekken. Ja. We gaan even kijken, dames en heren, naar de laatste ploegentijdrit die we in de Ronde van Frankrijk zijn tegengekomen. Toen al duidelijk werd dat de stuurmanskunst van sommigen niet helemaal je dat was. Dit gebeurde in Montpellier, als ik het goed heb. Links en rechts. Het was onwaarschijnlijk. Bermtoerisme van de hoogste orde. Moet je eens kijken. Hier rijdt de ploeg Bouyck. Dat is van die ploeg uit de Vendée. Dit is echt bermtoerisme geworden. Je moet op zo'n fietsje moet je ontzettend goed kunnen sturen. En dat is zo verschrikkelijk, hupsee, moeilijk. Dan rij je midden over de weg. Dat is een Belg, dat kan niet anders. Jurgen van den Broek. Jurgen van den Broek, allee, daar raadt hij onderuit. En je hoort hem werkelijk tot Rosbief worden daar. Als je zo... Blijf staan. En meteen staan. Ja. Ja. Ik kan me trouwens al verheugen op het geluid morgen. Niet van het vallen trouwens, maar van die voorbijzoevende fietsen. Wat is daar zo mooi aan, Ron? Ja, dat is... Ja, ik ben... Het wordt wel altijd gebracht alsof ik ooit zelf ook ooit gefietst heb. Dat heb ik wel, maar dat is wel heel lang geleden. Hadden ze nog geen dichte wielen en allemaal die gekke dingen. Maar dat geluid van zo'n voorbij, ja, dat is bijna razende fiets. Ja, en dan 9 achter elkaar, althans hopelijk nog 9. Dat is echt geweldig. Maar wat die snelheid ga je kijken morgen? Ja, natuurlijk. Ik ben niet voor niks hier. Je gaat tussen de wielen zitten morgen? Nou ja, ik ga in ieder geval, ik denk gewoon ergens in zo'n zonnebloemveld en dan... Ja, dan val je niet op dus. Nee, daarom. En dan blijf ik gewoon lekker zitten en dan laat ik er 22 groepen passeren en dan ga ik weer naar huis. Oké. <Okay. laughs> Hij heeft het over dat geluid. Jij hebt dus met die dichte wielen gereden. Ik heb vandaag een verhaal gelezen dat sommige renners zeggen, horen en zien vergaat je. Ja, je hoort dat geluid, maar je komt er door dat geluid, dat is ook wel weer mooi, kom je in een soort trance. Dat is... Het is eigenlijk ook best wel link, want
ja, wat ik zeg, in de ploegentijd is het gewoon op kop. Je zit echt aan blok en dan ga je er vanaf. En dan hoor je alleen maar... Maar ja, dit is heel apart. Ook ik vond het ook mooi om in te zitten. Het is heel, heel apart om te horen. Het is bijna een Anglo-Saxische aangelegenheid geworden. De Engelstalige ploegen, Sky, Cervelo, Garmin dus, die willen dat heel graag winnen morgen. Ja? Ja, dus ja? Vaak omdat die een achtergrond hebben van de pisten ook. Ja. Met pisten achtervolging te doen, ploegenachtervolging. Een heel pak renners die daar ook door gevormd zijn. In Australië, Engeland, in Amerika is dat nog altijd een belangrijke discipline. En dan leer je toch echt wel die discipline echt onder de knie krijgen. En zoals Michael zegt, als je het ook maar kan, ja? Is het een geweldige wedstrijd om te rijden. Want dan kan je tenminste voor één keer binnen die ploeg zeggen, 's avonds om tafel komen, 5 minuten vroeger dan anders en zeggen... Ja, die zijn we. En degenen die 5 minuten vroeger van tafel gaan, dat zijn degenen die net niet goed genoeg waren. Dat is toch wel echt met de... Ja, dat is mooi, maar dan is dus wielrennen ineens een ploegsport geworden. Voilà. Ja, maar goed, het is precies wat José zegt. Die Engelstalige ploegen. Ik denk bijvoorbeeld aan Radio Shack morgen. Voor hun is dat echt veel meer wat het vroeger voor de posttrein was, is het voor hun nu. Hè. Kijk, Sky en... Nou, BMC denk ik eerlijk gezegd niet. Maar ik denk eigenlijk vooral aan Radio Shack. Oké. Okay. Wie is de eerste ploeg morgen die aan het vertrek staat? Saxo Bank. Hey, Saxo Bank, dames en heren. De ploeg van Contador moet morgen, omdat ze zoveel schade hebben geleden vandaag, morgen als eerste vertrekken. Is het een nadeel? Nee, dat is niet een nadeel, want ik hoor vaak in tijdritten het verhaal van ja, nu hebben ze richttijd. Ja, dat is makkelijk gezegd een richttijd. Maar je moet wel kunnen zeggen, oké, je passeert nu 15 seconden trager dan die. Ja. Ja, en dan? En dan? Klik. Ja. Nog een tandje erbij. Ja, nee. Dat kan. We gaan zien hoe het wordt. U bent gewend, als u de avondetappe heeft gevolgd in het verleden, dat er iets van een quiz in zit. Dat zit er ook nu. En we hebben een zeg maar nul nummer. We proberen u uit te leggen wat we dit jaar bedacht hebben. Kijk eens, dit is lachen. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja, de grote Alpenetappe wordt gewonnen door een jongen van het vlakke land. Gewoon een jongen uit. Heerlijke overwinning. Proficiat. Nou, zo moeilijk is dat niet. Je moet dus raden in de volgende etappes welk wielerfragment dit was. Goh, wat zou dat moeilijk zijn deze, hè? Ik weet wel waar was jij op die dag? Ja, dat kan hij ook nog behamen. Wat? Ik was op trainingskamp met PSV in Freiburg boven op een berg. Heb ik Joop Hiele zo gek gekregen dat hij de keeperstraining die ik die middag nog speciaal moest doen, omdat ik nog niet helemaal fit was, iets later kon doen, zodat ik die etappe heb kunnen kijken. Wat weet je toch een fanatiek? Ik heb zo'n voicemail En waar was jij? Ik weet niet waar ik was, maar ik weet wel dat er iemand aan de leiding staat in een ander soort pronostiek. Zo? Hij? Wat? Oké. Hoe bedoel je? Nee, Philippe Gilbert. Ja, maar ik ben tweede. Nee, we hebben hier intern bij de NOS hebben we een wielerspel, Cicleo. En ik sta... Jij staat tweede? Ik sta tweede, ja. Maar ik ben wel maar debutant. Voor dus PSV ik doe het heel goed. Vrij hoog. Ik doe het heel goed. Ja, de laatste jaren wel. Ja, oké, ik dacht dat je me niet hoorde. Nu heeft u gezien welke het dus was. En nu gaan we voor het echi. Dus de oplossingen, ik denk wel dat dat in beeld komt te staan. Maar dit is dus de quiz van dit jaar. Wat je hebt, gooi het eruit. Smijt het eruit. Maar daar komt Zabel. Zabel komt en Feinzins komt erna. Hij pakt ze toch weer. Neem er één, neem er twee, neem er een heleboel. Welk opmerkelijk toermoment zoeken we? Stuur uw antwoord naar tourquiz@nos.nl. Maak elke dag kans op een mooi prijzenpakket. De oplossing. Kijk eens, dit is lachen. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja, de grote Alpenetappe wordt gewonnen door een jongen van het vlakke land. Gewoon een jongen uit Den Haag. Heerlijke overwinning. Proficiat. In 2002 wint Michael Boger de koninginnenrit naar La Plagne. Leuk hè, dat je daar je hele leven lang aan herinnerd zal worden. Ja. Waar word jij je hele leven aan herinnerd? Wat is jouw schoonste koers? Voor mezelf. Waar je gewonnen hebt? Ja... Ik heb een etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, en leider. No. Ja, je hebt toch een leiderstrui gehad? Ja, ik heb inderdaad een gele trui thuis liggen. En een groen ook nog. Maar ik heb meer plezier beleefd, denk ik toch, aan overwinningen van Greg LeMond en ook van Tom Boonen in Madrid. Ja. Wat is jouw mooiste herinnering? Voor jezelf?
Voor mezelf. Wat je gewonnen hebt? Als ik heel eerlijk ben, dat klinkt wel heel cliché, maar dat ik tevreden ben met wat ik gedaan heb. Achteraf dat, dat klinkt heel netjes. En nee, maar dat is, ik bedoel, daar is niet zo heel veel om trots op te zijn. Nee? Nee, ja, als... ja, man, die hebt toch een prachtige carrière. Nee, maar als voetballer win je zelden. Kijk, tenzij je ooit de Champions League wint of een WK wint. Maar ja, goed, bedoel, ja, kampioen van Nederland, ja. Oké. Okay. Jij wel. Ja. Hij is geen kampioen van Nederland geweest. Nee, andere, van België. De andere drie wel. Ja. Ja, de andere drie. Dus zullen we daar dan maar op drinken? Bij de Masters of zo. Ja. Leuk, leuk dat je er was. En een hele fijne tour. Ja. Jou zie ik. Mike, hoi, gezellig. Ja. Daar is ze weer, Dalida. Morgenavond, avondetappe. We blijven in de Vendée. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mio amor. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Exact.